allemaal. Zoals beloofd. De juice extractor. Deze Moulinex centrifuge is 40 jaar oud. En dat ga ik bewijzen. Het is een klein cadeautje geweest. Shoptruc heet bewijs, oftewel het koop. Ja, truc heet is zoiets als veiligheid of zoiets als een soort waardebewijs, een garantie. Hij heeft in 1981, kunnen jullie het zien? 1981 heeft hij 275 kronen gekost. Kijken of jullie het kunnen zien, zo. 275 kronen, dat is ongeveer 28 euro. Dat is in die tijd een hele hoop geld geweest. Ik vraag me af of hij nog garantie heeft. Hij is dus 41 jaar oud. Dit is gewoon, dit is een museumstuk. Zo leuk. Nou, er staat alleen maar neem dit of dat eruit. Maar hoe dat moet... Niet zo in ieder geval. Nou, dat gaan we eerst eens even op internet bekijken, want ik wil niks slopen. Een rolsaft centrifuge. Er staat nergens een serienummer of een 1980. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, of jullie mee kunnen kijken. Even kijken. Dit is hem. Dit is hem. Kijk. Volgens mij is dat nog dezelfde doos ook. We hebben hem. Hier. Moulinex centrifuge noemen ze hem. De type juicer 383. Hij is in Frankrijk gemaakt. Hij is sold out. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe werkt hij nou? Hoe kreeg ik hem nou uit elkaar? Waarom komen jullie daar nog niet mee? Oké, we hebben hem gevonden. En vervolgens gaat het om hoe je het ring uit elkaar krijgt. Right. Het zal. Het zal. We gaan hem gewoon testen. Ik ga eerst even kijken of hij draait überhaupt. Zo. Is dat uit? Nou, als de boel in elkaar dondert hier of er breekt brand uit, weten jullie het is gekomen. Aha. Oké. Dat werkt. Dan ga ik er als eerste iets onder zetten. Dat past. Dan ga ik hem spoelen. Oké. Er komt van alles uit. Overal. Hij lekt. Okay. Oei. En niet zo weinig ook. Hij lekt hier. Waarom lek jij? Zit je er niet van? Ik heb het idee. Ik heb het idee, ik de amateur, dat hij niet goed dicht is gegaan. Geforceerd is misschien. Want hij sluit ook niet lekker aan. En dat hij daarom lekt. Dat maakt het toch niet meer uit.
ongelooflijk slechte tekening. Op de foto staat dat hij aan moet sluiten op die manier. Dat doet hij. Er zit ook niks tussen zo te zien. Weet je? Mythbusters, don't try this at home. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon kijken wat ik ervan vind. En we kunnen hem allemaal nog naar de soeptippen brengen, toch? Dit zou hij moeten kunnen dus. Oh. Oh, dat past niet zo. Dat is niet helemaal slim. Ik pak natuurlijk de deksel erop moeten doen. Zo. Aha, wacht even. Ja, dat is niet. Die moet ik door dat gaatje heen. Oh mijn god. Jullie genieten, hoop ik. Kun je het zien? Ja. Kijk, dat moet dus niet daar. Maar ik snapte het al niet helemaal. Nu wel. Aan. Oh, stoppen. Stekker in het stopcontact. Aan. Oh, oh shit. Oh, gelukkig komt hij eruit. Vergeet het een en ander. Bijvoorbeeld en de kant. Daar gaan we aan. Oh, nou. Oh. Oké, hij gaat ineens heel erg vibreren. Draait niet helemaal netjes recht. Waarschijnlijk omdat de kluiten aan één kant zitten. Dat is even weghalen eerst. Oeps, kijk nou. Oké. Dat is gewoon iets meer kracht zetten. Ja, ik wil natuurlijk voorzichtig zijn. Maar hij doet het wel. Nou, dan ga ik hem eerst even goed schoonmaken. Daaronder is het droog, dat is het belangrijkste. Oké, nou. Ik maak even de boel schoon. Oei, jakkes jongens. Oké. Nou, wat mij betreft is dit wel geslaagd. Hij is niet overleden in mijn handen. Ik heb hem geen... hartstarter moeten geven. Het ziet er goed uit. Er zitten frutjes in nu. Dus dit gooi ik lekker weg. Maar wat mij betreft... is die geslaagd. Heb ik dus nu een juicer. Van 41 jaar oud. Hij doet het. Wat ik trouwens ontdekte... toen ik hem weer schoon in elkaar zette... was dat ze hem geforceerd hadden. Deze stond de andere kant op... En als je dit eraf haalt, dan zie je hier dat hij een extra cirkeltje heeft, kokertje heeft. En ze hadden hem andersom gezet. En het is heel simpel. Hij moet gewoon parallel lopen met de Moulinex logo. Dit is een kwestie van hem erop duwen. Klik, zegt hij. En dan deze erop, zodat de beugel hem vast kan zetten. Ietsje draaien. Zo. En klaar is hij. Dus ik heb een sapcentrifuge van 41 jaar oud. Hij doet het.
Thanks. De volgende. De Wakako Mini Presso heet die. Die heeft Gier gekregen van Steve met kerst. En het is een espresso apparaatje waarbij je met een handpomp zorgt voor je eigen koffie. Nou heb je daar natuurlijk geen elektriciteit voor nodig, maar je hebt wel heet water nodig, want anders krijg je koude koffie. Oké, kunnen jullie het zien wat eruit komt? Ja. Nou, er zit een boekje bij. Oh, en iets van een sticker of zo. Twee stickers. Oké, grappig. Een registratiekaartje zo te zien. Register, ja. En een gebruiksaanwijzing. Hoe het werkt. In verschillende talen zo te zien. Ah, kijk nou. Er zit een QR-code bij. Waar je waarschijnlijk instructies kunt bekijken. Maar die kunnen we straks wel even bekijken. En dan zit hij in een mooi zakje. Hij is kleiner dan ik dacht. Zo dan. Oh, die trek je er gewoon vanaf. Dat zal denk ik de drinkbeker zijn. Dit is waar de capsule in gaat. Zal dit het waterreservoir zijn? Ja, denk het wel. Gaan we ten eerste even water koken. Turn. Aha, kijk ik. Wakako. Ik ga eens even water koken. Wakako koken. Terwijl het water kookt, kan ik dit laten zien. Ik had dit nog nooit gezien, het is me ook nog nooit opgevallen, maar er bestaan dus kokertjes met Nespresso capsules. Er zullen ongetwijfeld mensen van jullie zijn, ik zie hier perforatie, die dit wel kennen, ik niet. Ik vind het nogal een luxe manier van koffie zetten, moet ik zeggen. Kijk nou. Oké. Dat past. En dan was het deze. Er zitten dus uitsparingen, maar die moeten wel passen. Zo. Aha. Oké, die zit vast. Nou, even wachten op het water. Ik vind het wel grappig. Even kijken, wat wordt er gezegd? Warning, warning, warning. Sharp cutter inside. Oké. Okay. Er is dus een scherpe snijer van binnen. Unclip the cup. Unscrew the outlet head. Heb ik gedaan. Place compatible capsule. Heb ik gedaan. Screw back tightly. Dat heb ik gedaan. Ja. To pierce the capsule. Oké, dat is dus nu gebeurd. Unscrew the water tank. Maximum level. Dat is een maximum level. Dat zal die rand zijn hier. Add boiling water into the tank. Place water tank on level and stable surface. Screw tightly the main body onto the water tank. Avoid burning yourself. Unlock the piston from its travel position by rotating it to the left. Start pumping slowly. And the first 8 strokes will fill the capsule of water. Oké, de eerste 8 keer dat je pompt gaat het water naar de capsule. En dan moet je blijven pompen om het eruit te krijgen. Nou, klinkt eenvoudig zat. We gaan het zien. In ieder geval moet je dus altijd water blijven koken. Maar dat is logisch, want ja, koffie drink je, tenminste wij drinken geen koude koffie. Maar het is echt een espresso zo te zien, want wat je eruit krijgt, het zal niet meer zijn dan dit, denk ik.
Hier zit een rubberen rand aan, die waarschijnlijk de hitte wat absorbeert of tegenhoudt, maar ook het makkelijk maakt om vast te houden. Oh, dat is een zacht rubber dingetje. Er zitten oranje rubbers in. Kapling. Een espresso roast. Ik ben wel een espresso drinker, dus ageer niet zo. Dus, tot op de max. Dat is de max. Dan. Dat draaien. Ja. Oké. Even kijken of jullie het goed zien. En dan gaan we pompen. 1, 2. Oh, dat gaat wel makkelijk. 6, 7, 8. Dus dan zou nu het water in de capsule moeten zitten. En dan moet je hem natuurlijk omdraaien. Zo dus. Nou, eens kijken. Kunnen jullie dit zien? Hé, nou komt de weerstand. Zo. Oei, kijk nou. Oh, dat ruikt lekker. Je moet er wel aardige, krachtige handen voor hebben. Het lijkt wel of ik een espresso koe aan het melken ben. Zo. Dat was hem. Moment of truth. Dat ruikt wel lekker. Oh, crema. Zo, dat is sterk. Water is niet heel erg heet. Ik vraag me af of als je daar nog extra water in doet, of dat dan beter wordt. Ja. Gewoon door diezelfde capsule, weet ik veel. Ik heb er geen ervaring in. Oh, dat is beter. Ha. Dus twee keer vullen met dezelfde capsule geeft een hele goede smakelijke espresso. En een groot ook. Naast water ook heter. Nou, geen slecht apparaatje dus. Mini-presso. En ik denk dat Geert dit ook lekker vindt, want hij houdt niet van die hele sterke espresso's. Waar je maagpijn van krijgt. Maar deze is niet slecht. Dit is een kickstarter dit. Yummy.